De rechtszaak van journalist Jason Pinas tegen de lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk is vandaag naar 10 mei. De camerabeelden waarover er veel ophef is ontstaan zijn vandaag tijdens de behandeling van de zaak bekeken. En Pinas zegt dat de beelden een weergave zijn van het verhaal dat hij vanaf het begin heeft verteld. Het is een beetje een vervelend gevoel, want het brengt je terug naar dat moment waar je dat verhaal dat ik altijd al heb verteld. En voor mij is heel belangrijk dat duidelijk is gebleken uit de beelden dat ik .1 niet in de auto van de vicepresident was en dat ik geen bedreiging vormde voor de vicepresident of wie dan ook die daar was op dat moment. En dat ik niet provocerend bezig ben geweest tegen wie dan ook daar. Dus dat zijn de dingen die wat mij betreft duidelijk te zien zijn op de beelden. En ik ben blij dat dat getoond is en dat iedereen dat, die in de rechtszaal was op dat moment, die heeft dat kunnen zien. Wat voor mij genoegdoening zal zijn, is als duidelijkheid komt. Of laat me zeggen dat er duidelijk gezegd wordt dat ik niet in de auto van de vicepresident was. Dat ik niet provocerend bezig ben geweest en dat ik geen bedreiging heb gevormd voor wie dan ook. Je hebt niks uitgelokt. Ik heb niks uitgelokt, maar dat was ook duidelijk te zien op de beelden. Hoor. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste wat ik graag wil. Pinas, die onder begeleiding is van een psycholoog, kan door dit voorval dat op 14 december 2021 heeft plaatsgevonden, voorlopig niet werken. De psycholoog heeft na een paar sessies gezegd dat ik nog niet mag werken. Ik denk dat ik van de week nog weer bij hem moet zijn voor een sessie en dan zal hij dan weer bepalen aan de hand van wat hij waarneemt of ik al weer in het veld mag gaan. Dus heb je dan geen inkomen? Nee, direct niet, maar ik moet zeggen dat de journalisten onderling het journalistieke veld goed voor me hebben, goed voor me hebben gezorgd de afgelopen periode. Ik weet niet of ik moet zeggen, ik mag niet klagen, maar ik moet wel zeggen dat de ondersteuning, de volle ondersteuning van het journalistieke veld, de collega's onderling, die hebben me niet laten vallen voor wat dat stuk betreft. Jason had gehoopt dat de officier van justitie vandaag een strafvoorstel zou doen. De journalist vindt het belangrijkste in deze zaak dat zijn naam gezuiverd wordt. De camerabeelden zijn nog niet vrijgegeven.